Hoi, ik ben Lotte en ook ik kijk maar Rotte TV. Wie besloot van vorst Rot aan Ziedewiese Rot is beruimd tot Prins Carnaval 2012. De heer Funs Hermans. Dag, lief Martin en gezamme Rotte. We staan hier bij het prinselijk paleis van onze nieuwe stadsprins Funs II. Daags na zijn uitreuping komen alle verenigingen van de Marotte paraplu hem feliciteren met zijn prinschap. Marotte TV is ook te bij en geef u een impressie van deze dag. Eindelijk is het zoiets, best benieuwd tot stadsprins. Hoe is het voor jou om eindelijk te kunnen zeggen dat ze prins was? Ja, onwerkelijk nog. Ik sta hier, mag alle lui ontvangen. Vanmorgen al die lui die alle muiten doen om het voor mij een schoon seizoen te maken. Ja, het is fantastisch. Ik ken het nog helemaal niet geloven eigenlijk. Het is echt alsof ik nog een druimer ben. Hoe was het gisteravond voor jou toen de klok 11 op 11 sloeg? Ja, het was wel heel bijzonder. Ik heb als allereerste mogen volgen op de televisie. Ik had de livestream op de televisie gezet. Ja, dan zag ik hier toe en ik kon zo de televisie metkijken wie ik zelf werd uitgeroepen en wie de zaal reageerde. Ja, wat fantastisch. Hoe ziet het komende seizoen tegemoet? Ja, met veel spas. Ik ga er het chicste maken. Ik ga er vooral veel van genieten. Ik heb zo lang naar uit gekeken. Ja, het is weer een droom dat hij goed komt. Dus ik ga vooral veel genieten. Het was gisteren in de tent. Hoe ging het met de zenuwen? Nee, die heb ik niet gehad. Het was spannend, maar zenuwen, dat kan je niet zeggen. En het is leuk. Ja, het is een ganz andere blijvende stuk dat ze zelf goed geroepen was. En wat ligt ik nu zo nog? Het seizoen dat ze zelf stadsprins geweest? Of dat die zoon prins is? En hoe als vader beleeft ze dat natuurlijk geweldig voor die zoon? Wat wil ze die zoon specifiek metgeven? Nou, geniet. Laat gaan en neem zelf initiatief. Spontaniteit is het leukste wat je. Gelet op de wet van 4 februari 1924 en op voordrag van de Wiesraad de Marotte hebben groot gewoon besloten om te benoemen tot ridder in de orde van de papegaai Fini Moskovskikas. Fini, de best gisterige ridder. Wat betekent dit voor jou? Ja, dat gebeurt op het moment dat ze er gaan niet op rekens. Ik was gans voor popzak. Ik was nergens van, nemens bij ons was toch het van. Dus en vanmorgen ben ik wakker geworden en ik dacht, wat is mij gisteren gebeurd? Is dit voor jou een extra stimulans om nog meer te gaan doen? Ja, eigenlijk wel. Ik vind, ik heb de zittersje vastelovend altijd een heel, heel warm hart toegedragen. Ik ben ook zeer groot met deze onderscheiding. Dus ik denk al veel, maar het zal zeker ertoe bijdragen om nog een tandje bij te zetten. Tom, vorig jaar rond die stonden we bij dicht toes. Hoe voelt dat nu om bij hem zangstoes te zijn? Het is waar, het vreemd natuurlijk. Inderdaad, een jaar geleden was ik zelf aan de beurt. Ik weet een beetje wie Funs zich voelt. Ja, ik wens je van harte proficiat. Dat is sinds een week of drie mijn overbuurman. Wat wil ze metgeven voor het komende seizoen? Veel lachen, veel lol maken met de vrienden en familie en iedereen die bij de Marotte betrokken is. Vult het ook al als een echt afscheid voor dich? Nee, dat komt nog, hè, over 2 weken. Dus dat hebben we nog voor de boeg.